Er is hier eigenlijk een soort tikkende tijdbom ontploft. Het is een verhaal wat al maanden speelt. Een verhaal waaruit zou blijken dat Trump chantabel zou zijn door Moskou. Die geruchten die speelden al een tijdje, maar de inlichtingendiensten in Amerika hebben daar een samenvatting van gemaakt in een rapport. Het is een rapport dat is opgesteld door een voormalige Britse inlichtingenofficier. Die is ingehuurd door politieke tegenstanders van Trump. En die zou ontdekt hebben dat Trump naar Moskou is afgereisd. Daar in de presidentiële suite heeft geslapen van het Ritz-Carlton. Dezelfde plek waar ook president Obama en Michelle Obama ooit geslapen hebben. En dat hij daar prostituees heeft gevraagd om over het bed heen te plassen. En de Russische Veiligheidsdienst zouden dat op video hebben opgenomen. En dat zou Trump chantabel maken en ervoor zorgen dat hij zijn oren meer laat hangen richting Poetin. Mediabedrijven zoals BuzzFeed en CNN gingen daarover berichten. En ja, toen ging het vuurtje heel snel lopen. En had iedereen het alleen nog maar over deze seksrel rondom Donald Trump. En wat de gevolgen daarvan zouden zijn. Hij noemt het complete nonsens. Hij snapt niet dat de veiligheidsdiensten dit in een rapport hebben samengevat. Waardoor het inderdaad dat officiële tintje krijgt. Hij verwijst naar praktijken uit Nazi-Duitsland. Hij maakt iedereen voor leugenaar uit die dit gelekt heeft. Ja, en dan ging hij eigenlijk wild tekeer tijdens de persconferentie. Ook tegen journalisten van CNN. Die ook voor leugenaars uitmaakten. En het gevolg is ook, iedereen heeft het hier nu over. Dus ja, ook die media die er nog geen aandacht aan hebben besteed, die besteden daar nu allemaal aandacht aan.